Ik had me in mijn hoofd iets anders voorgesteld. Dacht ik van, oh, er kan een mega hit aankomen. Beste vrienden en vriendinnen van het internet en beste vrienden en vriendinnen van Fat Battle Cat, welkom op ons kanaal. We hopen dat alles goed met jullie gaat en we willen jullie alvast bedanken voor te kijken naar onze filmpjes. We willen ook iedereen dat geabonneerd is op ons kanaal bedanken, want dat helpt ons enorm. Iedereen dat onze filmpjes uitkijkt, helpt ook enorm. En iedereen dat liked of commentaar geeft, helpt ook enorm. We zijn momenteel aan het groeien en we zitten toch al in de richting van de 250 subscribers, wat dan onze volgende milestone is. Als de volgende milestone bereikt wordt, trouwens, voor de mensen die nu kijken, interessant om te weten, zal er ook een giveaway in de nabije toekomst daarop volgend plaatsvinden. En die gaat natuurlijk gelinkt zijn aan onze 250 subscribers. We gaan dat allemaal nog uit de doeken doen als het zover is. Anyway, het is maar dat je het weet, dus stay tuned ervoor. Vandaag is het de beurt aan Fusion Strike. En ja, hoe mute dat hier eigenlijk? Ik denk dat ik het moet open doen. Dus we gaan onze Fat Battle Cat tool gebruiken. En we gaan gewoon dit doen, zo. Dus 1, 2, 3, wupsa 3. Seal weg en plastic eraf. En plastic mee op de berg van het plastic. En hup, voilà. Zo doen we dat dus bij Fat Battle Cat. Anyway, we hebben dus hier een boosterbox. Een volledige boosterbox van Fusion Strike voor ons. En we gaan die volledige boosterbox ook volledig open doen. Voilà. Ja, ja, je zou denken, allee zeg. Een volledige boosterbox. Inderdaad. En bij deze is onze boosterbox open. Voilà. Ja, en natuurlijk, nu de pakjes nog. Hè? Want jullie willen natuurlijk de codes die erin zitten. En de pools wil ook kunnen zien. Goed, laat in de commentaar weten welke pool dat jullie het meest naar uitkijken. Uiteraard gewoon daar waarschijnlijk de full art zijn. Maar dat moeten niet per se de value kaarten zijn. Gewoon kijken van, oké, welke is mijn favoriete Pokémon? Waar wil ik een deck rond bouwen? Dus welke kaarten hebben we nodig? En laat dat een keer weten beneden in de commentaar. We gaan even de pakjes eruit halen en we gaan naar trouwe gewoonte bij Fat Battle Cat de pakjes schikken op artwork. Dus daar beginnen we dan nu aan. 3, 2, 1, schikken op artwork. Doet. Zo, en zoals je kunt zien, tenzij dat ik extreem unlucky ben, zijn er maar 4 artworks in de set. Goed, we gaan eens kijken of we van alle boosters evenveel hebben. En we hebben van alle boosters evenveel, dat is perfect, dat kunnen we gewoon zo rits doen. Maar je zegt dat gebeurt niet vaak. De eerste booster gaan we open doen en dat is een Gengar artwork. Dus laten we hopen dat hier ook iets in zit dat met Gengar te maken heeft. Zou heel tof zijn. Anyway, we gaan kijken, de codes zitten er zo in. Oké, dus de eerste code van vandaag. Ah ja, ik kon ook proberen energieraadspel te doen deze keer. Ik vergeet dat meestal. Ik kon toch proberen er mijn eigen aan te houden. Heb ik dus nu niet gedaan, maar de volgende booster gaan we dat wel doen. Dus we hebben een Shauna trainer, we hebben een Prime Ape, Simipore, Snubbull, dat is een roze hond met zwarte oortjes, fantastisch. Een Geodude, Sizzlypete, ziet er een beetje slechtgezind uit vandaag. Een Klefki, die is met mijn zetels gewoon lopen. Oei. Pansage, ja. De reverse is Power Tablet en we schieten uit de blokken met Holo Steelix. Leuke kaart. Het is niet echt een hit, maar het is wel een rare holo. Nu, een holo wordt als een hit bekeken. Ik weet het, ik ben daar niet zo'n dingen van. Sommige holo's wel, hè. Pas op, er zijn holo's die wel echt hits zijn, maar deze holo... Ik weet het niet. We zullen het zien op het scherm, hè, want ik ken de prijs niet van buiten. Als hem iets waard is, komt het er sowieso over. En anders dan zie je nu niks van onder. Dan is hem niks waard. Goed. Allee, minder dan een euro, toch. Volgende booster. En de code. Ja, ik moet een energie rijden, hè. Ah, allee, opnieuw, kom. Lief. Ah, oh, dat is verkeerd. Ja, een Beware. Dracloak. Corvisquire. Mankey. Krogunk. Oké. Pansier. Goomy. Arokuda. Een Reverse Growlithe. En een Mew V. Zo, Muta. Ha! Die gooi je niet eens in de sleeves, hè. Yep, Mew V, dat zal wel iets waard zijn. Het is wel geen alternate art of geen gold of whatever rare dinges, maar het is wel een mooi kortje. Mew V, fantastisch. Eerste pool. Gaan we over naar de volgende booster, dat is de Bolton booster. Er zat trouwens een Mew in een Mew booster, hè. Dat is echt wel chic. Echt wel chic. De code. Leaf, zei ik. Frossmot, Ninetales. Togedemaru, Carvana, dat is een dinges, een vis, een kwaaie vis. Klampert, Morpeko,
Skarmory, Shelmet, Reverse Holo Heliolisk en een Syndrace VMAX to the pool. Fantastisch. Mooi. Trouwens wel een schoon kortje eigenlijk. Ik weet niet of dat Syndrace VMAX goed is in het spel, maar het is wel goed in mijn hand. Ha. Laten we dit even sleeven. Tot nu toe is de boosterbox wel vriendelijk voor ons. Hopelijk blijft dat zo, want ja, dat kan natuurlijk allemaal veranderen. Hè? Ik kan een beetje meer naar beneden leggen, hè, want dat ligt hier. Daar krijg je ook niks meer te zien. Hè. Je kunt een beetje toch de pool zien. Goed, de Genesect booster. Uiteraard jullie code. Lightning fighting. Nou, hetzelfde. Sponshandschoenen. Bevrozen mot. Een rode aap. Een insect. Nog een aap. Een of andere kikker. Nog een aap. Het zit vol apen. Dit is een aapbooster of wat? Hm? Wat is dat hier? Een aapbooster. Iets dat ik niet weet wat dat is. Reverse holo kat-achtige. Electros. Rare. Een soort van elektrische waterslang. Dat gaat precies niet echt goed samen, hè? Elektrische waterslang. Allee, no offense, maar. Volgende booster. De code. Leaf. Fire. Trevenant. Adventurer's Discovery. Goeie kaart. Schoolgirl. Clampert. Morpeko, die dan niks gepikt heeft de verandering. Skarmory. Shelmet. Plusol. Een reverse Azumarill. En een Goodra. Dus een gewone rare, maar wel een mooie. Nou, volgende booster. De code. Darkness. Steel. Oké. Okay. Een Bugcatcher. Wigglytuff. Phalanx. Een schaap. Wooloo. Punchen. Darumaka. Indeedee. Growlithe. Reverse Meowth. En een Holo Toxtricity. Next. Jullie code. Fire. Nee, lief. Farewell Bell. Linoon. Stantler. Arokuda. Visnubble. Geodude. Nog eens die Aquarian dinges. En mijn sleutels gaan lopen. Een Dubwool Reverse. En een Kangaskhan. Maar een gewone. Niks speciaal dus. Next. Oei, oei. Jullie code. Lightning. Water. Gliscor, Centiscorch, een Bugcatcher, Pansage, een Wooloo, Panchan, Darumaka, nog eens, een Indeedee, een Reverse Absol, dat is wel een heel chique kaart, en een Toxicroak. Mm-hmm. Ik had me dat in mijn hoofd iets anders voorgesteld, dacht ik van, oh, daar kan een mega hit aankomen. Ja, gezien mijn hoofd is het niet altijd allemaal juist, hè. Oké. Okay. Code. Fighting. Fire. Sorry, fire. Sinistier, een Cross Receiver, Stigo, Phalanx, Morpeko, Smeargle, smerige Pokémon, Quillfish, Dynamo, een Reverse, Piyukumuku, en een Genesect V Alternate Art, als ik het juist heb, ja? Oh my god, dat is wel een goede pool. Dat is wel een hele goede pool. Dank jullie wel. Allee ja, hè? Pokémon. Nee, dat is eigenlijk dankzij de mensen die kijken en gesubscribed zijn. Dat is dankzij die mensen dat wij deze kunnen doen. Dankzij die mensen dat we dit kunnen poolen. Anders hadden we dat niet kunnen poolen. Maar wel een mooie pool. Genesect V. Trouwens ook een heel speelbare kaart, trouwens. Een enorm speelbare kaart. Als je deze combineert met Fusion Strike Pokémon, dan kun je echt elke beurt je hand gewoon terug voltrekken. Dus dat is echt goed. Je mag hierbij volgende booster. Ik ben al wel blij met een boosterbox. Ik weet dat wel niet. Waar was ik mee gebleven? Ah ja, deze. Moet naar de Mew. Volgende Mew. Booster. Code. Leaf. Lightning. Luxio, Metapod, Persian, Muna, Meowth, Meryl, Helioptile, Wooloo, Reverse Caterpie en een Oricorio. Dat is een vogel. En een vogel met ook een ability blijkbaar. Leuk. Next, Boltend. Ah, ja. Tof dat ik daar weer omdraai. De code. Leaf. Oh, Leaf! Dunsparce, Necromatic, Eldegoss, Wooloo, Gossifleur, Mudkip, Sandshrew, Cufant, een Grand Bull Reverse en Vikavolt zonder iets speciaal. Genesect Booster. Code. Water. Fighting. Quickball. Sharpedo. Heliolisk. Plusol. Zou er ook een Minol bestaan? Want ja, hè? Een beetje evenwicht creëren. Een Muna. Meowth. Een Marill.
Helioptile Reverse Beware en een Grimmsnarl Hollow. Goed, we gaan naar de volgende booster. Kota. Fire. Darkness. Power tablets en pilletjes. Een Darmanitan. Phalanx. Een Gossifleur, dat is een bloemetje. Een slijkkip. Iets dat in het zand speelt. Een olifant. Wat is dat hier? Impidimp. Een reverse golem. En nog een Ginsect, maar dan een gewone Ginsect V. Fantastisch. Ik kan al een Ginsect deck gaan bouwen. Hè? Ik heb er al twee. Hier zijn er al twee pools uitgekomen uit die Gengar booster. Mew, laat zien dat je ook iets kunt. Code. Steel. Ja. We hebben hier een Klauwwitzer. Spons, handschoentjes, een vogel, of nou wel een Corvisquire, een Galarian Meowt, een soort van kat, een Gossifleur, Panpour met blauw oren, een Eevee, fantastisch, dat kan evolueren in van alles en nog wat, een Shinx, dat is een mooi beertje, Eviltal, en een Eviltal is een van mijn favoriete Pokémon, zeker als een Reverse Holo is, en een Zeraora, die er ook nog een keer langs komt. Maar ja, dag. Next is de Bolton Booster. Laat ons een keer weten in de commentaren wat jullie ervan vinden eigenlijk, van Fusion Strike. Is het een set die naar jullie goed is om het zo maar te zeggen, of slaagt ze wat tegen en hebben jullie al goede pools gehad? Ik weet al van een paar mensen in de commentaar van het vorige filmpje dat jullie pools hadden, maar share ze een keer op deze filmpje, dat mensen kunnen zien welke zottigheid er allemaal de ronde doet in deze boosters. Leaf, Psychic, want initieel waren de mensen niet zo gehyped over deze set, maar dat heeft natuurlijk te maken met Celebrations en heel de gekte daar rond. Maar natuurlijk, nu dat de set uit is, en voorleer dat binnenkort in januari onze Brilliant Star gaat uitkomen, is natuurlijk deze set wel gehyped en eigenlijk best wel goed. Beter dan dat de meeste mensen initieel hadden verwacht. Het is natuurlijk wel geen Evolving Skies. Baltoy Reverse Holo en een Azumarill. Ja, kom die ook nog een keer langs, jong. Oh, fantastisch. Er zit een Pokéball die nu achtervolgt. Oh nee, dat is uw staart. Volgende booster, Ginsect. Wat heb jij voor ons? Coldon. Leaf. Fighting. We beginnen met een schoolgirl. We gaan over naar Chili en... Wat Chili? Chili en Silan en Cress. Oké. Dan hebben we een heel grote olifant. Tinamo. Nog eens een kat. Een bloem. Nog eens een naald met blauwe oren. Die komt altijd maar terug. En dan hebben we terug opnieuw ons Eevee. Fantastisch schattig beestje. Onze Reverse Holo Shinx. Al zo mooi. En we hebben een... Deoxys Holo. Een van de kaarten waar ik wel fan van ben. Ook al is het geen full art, maar deze is wel een hele mooie kaart. En het feit dat hij zowel Fusion Single als Rapid Strike is, is wel niet slecht in sommige dingen. Ik vind er echt veel kanten mee had. Goed. Dan hebben we terug Gengar Booster. Code. Zou er in onze Gengar Booster terug een hit in zitten? Wat denken jullie? Denken jullie dat er in Gengar Boosters meer hits in zitten? Het zou kunnen, hè? Het zou kunnen. Alleszins zit er hier Leaf in. Nee, Darkness. Oké. Okay. Dan hebben we een Zandbeest. We hebben hier... Wat is dat hier? Een Swadloo. Dus, wat is dat? Wat is dat voor iets? Leaf Wrapped Pokémon. Ja. Oké, ze zaten dus deur hun ideeën. Cremomatic, Shelmet, een Schelp en een Drillbur. Ja, daar hebben we terug dat weerkonijn. Dan hebben we een Slijkkip, een of andere Rups. Dan hebben we een Reverse Holo Insect. En een Accelgor. Oh ja, een Accelgor. Oké, dag. Dus ja, Gengar Boosters hebben toch niet altijd iets blijkbaar. Sorry. Voilà, ze. En Leaf. Nou, ik blijf bij Leaf tot ik Leaf heb. Zo. Een Simisage, Dancer. Hey, een Hawlucha, dat is een vogel. Een Snom, een heel raar beest, ik weet niet wat dat is. Onyx is een rotsslang. En dan hebben we een of andere hele gelukkige bol met veel te grote en schattige ogen. Een Mier, aappansier. We hebben een Cook Reverse en we hebben een Claydol, niks speciaal. Oké, okay, jullie mogen op deze stapel en dag, tot de volgende keer, next. Yep. Code. 1, 2, 3, 4. En Leaf. Een Dreadnought. Sligo. Shauna. Pansier. Minun. Minun. Is dat misschien Minun? Is dat Minun en Plussel? Ja, dat kan, hè. Baltoy. Corsola. Een Quillfish. Dan hebben we een Reverse Centiscorch. En... de Cinderace V. Oké. Okay. Sleeve. Goed. Next, Ginsect. Code. Leaf. Water. Galarian Berserker. Dan hebben we een Energy. Wacht, een V.
Fusion Strike Energy. Elethas Sparkle, een Impidimp. Een Snom, Onyx, Jiggly. Nee, wacht. Jawel, Jigglytuff. Ja. Een Durant. Een Reverse Holo Blissey. Dat is wel echt mooi. Ja, van Reverse Holo. En een Zandkasteel. Ja. Ja. We hebben nog 16 boosters. Dat valt nog mee. Code. Lief. Ja. Dan hebben we onze allerbekendste Lapras. Een Schoolboy. Nog eens een keer die Chillinest. We hebben een Minun. Een Baltoy. Dat is dan een of ander speelgoedje. Een Carsola. Een Quillfish. Een H. Hier is hem ze. Vulpix. En dan hebben we een Reverse Holo. Sizzlypeed. En een. Volgende booster. Sorry, Azumarill, maar je zegt geen pul. Ja, dat is dus de code. We blijven verliefd, gewoon. Gaan we niet meer zien voor de rest van de dag, waarschijnlijk. Gliscor, Mandibus, Ninetales, Chansey, Zigzagoon, Namankey, een Clowncher, Growlithe, Reverse Holo, Minun en een Maractus. Yay, oké. Okay. Alle chance dat je naar de volgende booster kunt gaan. Code. Lief. Lief! Dan moeten we nu iets anders verzinnen. Oké, okay. Zoroark, een Simipour, een Metapod, Shinx, een Schelp, een Mol, nog eens een Weerkonijn, een Slijkkip wel al, een Heatmore Reverse Holo en een... Oh, een Latios, wel een mooie kaart. Latios. Is dat een manier van koffie? Latios? Een Latios? Voor mij een Latios, alsjeblieft. Ja, hoe moet ik die maken? Geen idee. Gewoon melk in uw koffiekappen. En dan wat suiker erbij. Zijn er die mensen die koffie mogen, laten weten? Oei, ja. De code. Darkness. Nee, 15. Is Darkness de volgende? Dat is de volgende. Oké. Okay. Victini. Electric. Dunsparce. Vulpix. Chansey. Zigzagoon. Mankey. Clowncher. Reverse Holo Toxtricity. En een Holo Starmie. Starmie. Leuk. 12 boosters left. Go. Code. Darkness. Ah! We hebben een Farewell Bell. Lopunny. Is dat een konijn? Blijkbaar. Een Harijama. Harijama. Stuffle. Sigilyph. Sigilyph. Toxel. Totodile. Schattig krokodilletje. Buneri. Dat is precies allemaal aan de kaart. Wat is dat? Reverse Simisage. En een... Oeh, een Full Art. Elessas Sparkle. En dat is trouwens een Rainbow. Oh my god. Dat is een van de kaarten dat ik persoonlijk had gehoopt dat ik hem ging pullen. Omdat ik die wel echt heel knap vind. Maar... Ik had eigenlijk persoonlijk zoiets van, die ga ik toch nooit pullen. Maar ik pull hem dan toch. Niet per se voor de value, maar wel omdat ik het echt een mooie kaart vind. Ik weet niet wat jullie ervan denken, laat het een keer weten. Maar dit is toch echt mooi. Gaan we bij de superhits. Goed. Next. So far, goeie boosterbox. De volgende is Fire. Nee. We hebben wel een Skaterspark. Frostmot. Een Ninetales. Morpeko. Eevee. Shellder. Voltorb. Pansage, een schaapje, Reverse Holo en een Electrode. Niks. Juist gewoon een rare. Boltend. Heb jij een bot begraven in de hof? Fire. Ah, lief. Een Danser. Pangoro. Een octopus. Growlithe. Een beertje. Een of andere rare vogel. Een Toxel. Een krokodilletje. Een Galarian Berserker. Berserker. En een Latios nog eens. Code. Oh ja, ik ging sowieso over. We was naar weer fire, juist, maar het is water. Okay. Battle VIP Pass. Een Togedemaru, een Schoolboy. Een Caterpie. Morpeko. Eevee. Shellder. Oei. Voltorb Reverse Holo Melton. En een Melmetal Holo. We hebben wel veel holos tot nu toe. Nog 8 boosters. Kunnen we hier nog iets heel zot trekken of is het gedaan voor vandaag? Fire. Yes! Togedemaru, een snelle bal, een haai, een olifant, een Gligar, sorry. Slak, een Skitty, Phalanx, Stuffle en. Oh, een zandkasteel nog eens. Ze vinden de gekste dingen uit, hè? Een zandkasteel Pokémon. Dat moet ik me eigenlijk even voorstellen. Hoe leeft zoiets? Allee, ja. Hoe leeft zoiets? Goed, volgende energy dat we gaan raaien wordt. Psychic? Psychic? Gewoon een keer voor Psychic gaan? We gaan voor Psychic gaan. Dat is een goed idee. De volgende ronde is Psychic.
Steel. Een Breloom. Cross Switcher. Garbodor. Clobopus. Tinamo. Zorua. Shellder. Oei. Caterpie. Reverse Holo. Bunnelbee. Weerkonijn. En Meloetta. We weten allemaal, als de D's beginnen komen, dan is het telkens aan gedaan. Hè? Ja, Psychic, hè. Psychic, Havalasse. Yay. Primeape. Zarude. Delcatty. Evolueert van Skitty. Een Spinnekop. Meowth, die een Smeargle volgt van Evolving Skies. Onix. Tutel. Een Shroomish. Een Dreepie. Reverse Holo Super. En... oeh, een Serena V. Een plant die veel te agressief is. Maar wel een hit, dus we moeten wel sleeven. Volgende booster. Na deze booster nog 4 boosters over, trouwens. Ik heb al veel vragen gesteld deze filmpje. Ik kon er nog één stellen. Zijn er mensen die de codes effectief ook gebruiken? En laat ons een keer weten wat je al gepoeld hebt met die codes. Want dat is wel interessant voor ons. Wij willen dat ook wel weten. Wat krijgen jullie van ons in het virtuele spel? En de volgende energy dat we gaan raaien is... Fighting. Water. Oei. Ik was ontwijfeld tussen water en fighting. Dus ik heb beter water gepakt. Diggers niet waar. Diggersby. Sydney. Hele goede trainer trouwens. Voor als je mensen op hun zenuwen wilt werken. Cross Switcher. Bun Eerie. Ja. Tinamo. Zorua. Schelp. Een Moucharna. Reverse Holo. En een Deoxys nog eens. Ja, nog eens een Holo. De Deoxys. Super. Oké, we hebben nog 4 boosters. Gaat er hier nog een hit in zitten? Ja of nee? Ik gok van ja. En we blijven natuurlijk bij onze Energy Fighting. Zeg ik naar Fighting? Was Fire, hè? Nee, nee. Ja, hier hebben we natuurlijk die Pyukumoko-moko-dinges. Pyukumoko. Dan hebben we hier ja, die een... je weet dat, kinderen, dat zijn zo die bloemen dat je die zo op de straat ziet en je blaast die uit. En zo, pff, allemaal zaartjes. Een Eldgoss, een Power Tablet, een Drillbird, een Shinx, een Bunnelbee, Bunnery, sorry. Basculin, Grubbin, een Reversal of Phalanx en een Axelgore. Niks, oké, okay, niks. Code. Ja, we blijven bij Fighting. Het is Lightning. Een Heliolisk, een Dunsparce, een Cramomatic. Zijn dan altijd de verkeerde slaap leggen. Een Chewton, een Vullaby, Dewpider, een Meowth. Onix, ik zie weer een randje. Een Dreadmaw en een Potent VMAX. Yay, we hebben toch nog een hit. En toch nog een goede hit eigenlijk. Ook al is hem niet echt zo super speelbaar, zoveel ik het weet. Maar ik heb dan deze nog niet bekeken. Dus ik kan er volledig naast zitten. Sleeve. Nog een hit in deze 2 boosters? Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk zit er nog een hit in. Oh, pff, zeg. Altijd positief blijven, hè. Altijd positief blijven. We zaten af met... Fighting, ja, tuurlijk, fighting. Oh, oh, dat is wel spijtig, dat is wel spijtig. Een Croconaw, een Exa... Een Exadrill, die echt weg wilt. Een Dubwool, Caterpie, Drillbur, Shinx, Bunnery, Basculin. Nog eens een Basculin. En een Cloyster. En natuurlijk, hier zit onze laatste hit in. Dus we gaan kijken met welke hit dat we gaan afsluiten. Het is heel simpel. Ik ga niet verginnen hit. Dus is het gewoon een hit in. Welke hit het gaat zijn, weten we nog niet. Maar er zit er gewoon een in. Dus fighting. Voilà. Dit is een hit. Darkrai. Oh, nice. Darkrai is ook een leuke. Croconaw. Elessa's Sparkle. Klefki. Trubbish. Totodile wordt spannend. Phantump. Snorlax. Wat zou er nog in zitten? Een Gligar. Reverse Holo. En een... ja, de Blissey! Wauw, wauw, heel de value van de box eruit. Woehoe! Yay! Ik ging afsluiten met een hit, dus ik heb het zelf een beetje in scène gezet. Goed, maar we zaten niet af met een hit, we zaten af met onze base set. En vandaag, omdat we natuurlijk bezig zijn met zowel Celebrations content als Fusion Strike content tegelijkertijd te doen, want er komt nog Celebrations aan. Sorry mensen die Celebrations beu zijn, ik weet het, het doet wat pijn, maar we hebben nog 3 producten te gaan, hè, dus allemaal geduld, komt er allemaal aan. We gaan van achter beginnen deze keer terug en we gaan dus de volgende, het is een uncommon, erin steken. Ja? Dus we hadden vorige keer onze Double Colorless Energy en vandaag hebben we onze Switch. Iedereen kent deze kaart wel als er mee speelt, maar dit is de originele, allereerst geprinte Switch. En die gaan we dus nu mooi uit zijn huis halen. Ja, hij is trouwens al gedubbelsleeved. En die gaan we dan schoon in zijn plek steken op nummertje 95 naast Double Colorless. Fantastisch. Goed, vond je het nu een leuk filmpje? Laat het zeker weten in de commentaar. Daar zeg je iedereen bedankt voor te abonneren. Het helpt ons wel vooruit, helpt het kanaal vooruit en het zal ervoor zorgen dat we content kunnen blijven creëren. Dus als je jullie content wilt blijven zien, dan is dat wel handig dat je abonneert en liked en commentarieert. En anders, ja, dan zie ik jullie sowieso in het volgende filmpje. Bye!